Na een grote verbouwing van een half jaar is de nieuwe Bijenkorf dan eindelijk af. En er is behoorlijk wat veranderd op de afdelingen. We hebben de herenmode bijvoorbeeld naar de kelder verplaatst. In de plek daarvoor is er een nieuwe afdeling met cadeauconcept gekomen. Horloges en sieraden en cosmetica zijn verplaatst en uitgebreid. Het restaurant is komen te vervallen. Daar is een prachtige dameschoenenafdeling. En daarvoor in de plek hebben we nu een heel mooi citycafé op de parterre. We hebben ook vanuit klantonderzoeken echt geluisterd naar wat de klant wil. Nou, en een van de aanpassingen daarin is, daar waar we hier staan, de dameschoenen, die hebben we echt verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Schoenen, schoenen en nog eens schoenen. Dat is een feestje voor de vrouwen, maar de Bijenkorf heeft er wel iets voor moeten laten. Dat hebben we alleen maar kunnen doen omdat we hier het restaurant verplaatst hebben. Wij ook geen restaurant meer hebben, maar een prachtig citycafé. Dus daarmee richten we ook ons veel meer op het café voor overdag dan dat we ons richten op de avond. Maar wat kunnen de klanten nou in het Amstelveense filiaal verwachten? Heel veel eigenheid. We houden rekening met de gasten die we hebben. Want elke Bijenkorf heeft zijn eigen soort gasten. En daarnaast veel verandering en veel creativiteit op kleine vierkante meters. We hebben niet zoveel ruimte als bijvoorbeeld een filiaal Amsterdam. Dus we zijn heel inventief en creatief met het bedenken van mooie opmaakpunten voor onze klanten. En hebben jullie dit dan ook toegepast om de grote concurrent Hudson's Bay bij te benen? Nee, want wij geloven in onze eigen strategie en onze eigen kracht als organisatie. En deze strategie die we al een aantal jaar geleden hebben ingezet, blijkt heel succesvol te zijn. Bijenkorf nog steeds blij in Amstelveen? Zeker, heel erg blij.